DataSure heeft vanmorgen haar nieuwe corporate identity en nieuwe website gelanceerd. Dit deed ze tijdens een Customer Appreciation Event, een activiteit om hun klanten te bedanken. DataSure is de eerste en het grootste commerciële datacentrum van Suriname en bestaat 5 jaar. In een datacenter wordt informatie digitaal opgeslagen, beheerd en gedistribueerd. Informatie van universiteiten, bedrijven, instellingen en websites worden opgeslagen en onderhouden. Dit wordt webhosting genoemd. Daarom hebben wij dit Customer Appreciation evenement georganiseerd, zegt Anvit Ramlakan, directeur van DataSure. Nou, de Customer Appreciation Day of Event is eigenlijk sowieso gefocust op de klanten. Het is meer een teken van waardering en teken van dankbaarheid voor alle klanten die de afgelopen jaar diensten hebben afgenomen voor ons. Behalve dat hebben we ook de bestaande klanten, ook behalve hun de toekomstige klanten uitgenodigd. Waarbij ze dan meer kunnen weten over DataSure en wat DataSure zal betekenen voor hun in de toekomst. En ja, mensen zullen denken, DataSure, wat is eigenlijk DataSure? Wat is de identiteit van DataSure? Nou, DataSure is de eerste, de grootste en de enigste echte datacenter in Suriname. DataSure is opgericht op 5 juni 2014, dat is nu 5 jaar geleden, waarbij de primaire focus gelegd was op het lokaal kunnen opslaan van data. Nou, dat is door de jaren heen gaan veranderen, want we zitten in een branche, een ICT-branche, waar disruptiveness en innovatie heel centraal staan. Door de jaren heen zijn we van infrastructure as a service, dat zijn dan letterlijk de datacenter services, de overstap aan het maken naar software as a service of platform as a service. Dat zijn dan twee technische termen, maar makkelijk uitgelegd zijn er dan de cloud diensten, waar wij met DataSure dan de dienstverlening willen gaan verbeteren. Ramlakan zegt dat een datacentrum erg belangrijk is voor elke bedrijfsvoering. En het maakt niet uit of het bedrijf in de ICT-branche zit of niet. De informatie in het datacentrum wordt via netwerken en internet toegankelijk gemaakt voor derden, zegt de directeur. Aangezien er gelet wordt op veiligheid van data, want je wilt dat hebben dat je data lokaal wordt opgeslagen, dat hij betrouwbaar is, dat hij altijd volledig is en tijdig beschikbaar is voor u als klant. Als je je even voorstelt is dat als je je data in het buitenland opslaat, dat betekent dus dat je data niet veilig opgeslagen is daar. DataSure is ISO 27001 gecertificeerd. Dat geeft aan dus dat we op security gebied eigenlijk de beste partner zijn voor alle andere ICT bedrijven in Suriname. En tipje van de ijsbeek, wat is de relatie tussen DataSure en TeleSure? DataSure is 100% dochter, de onderneming van TeleSure, dus dat betekent dat TeleSure de volle aandeelhouder is daarbij. Oké, en wat is de positie van DataSure binnen de regio? Nou, DataSure is sowieso een tier 3, international wise gecertificeerd. Dat geeft aan dus dat we qua bouw, qua certificeringen, maar ook qua availability, retainability, kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, al deze verschillende aspecten die komen kijken bij een datacenter, dat we niet onderdoen in vergelijking met de regio. Behalve dat hebben we dan ook een hele sterke klantportfolio, product portfolio en een service portfolio. Deze drie termen noem ik in deze volgorde aangezien zij de prioriteitsgebieden van ons zullen zijn het komend jaar, waar we dan willen werken naar een excellent customer seamless experience. Tot zover Anvit Ramlakhan, directeur van DataSure. We spraken hem naar aanleiding van de lancering van de corporate identity en nieuwe website van het bedrijf. De lancering is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.